Hoe zag de week van de maaltijd van Zeist van Gerard van Vliet van GroenLinks eruit? Nou, het was een hele drukke week. We hadden de bijeenkomsten zeg maar, met de Rotary. We zijn bij meerdere bedrijvenparken geweest. Onder andere Fornhezen in Den Dolder en de bedrijvenpark Zeist. En daarnaast ook naar de Remia. En daar hebben we met werknemers gesproken. Dus, maar ons thema was feitelijk economie, dus vandaar dat wij eigenlijk wat meer ook met ondernemers spraken. En wat minder zeg maar met de mensen in de straat. Maar het was gewoon heel goed om te horen hoe zij zeg maar tegen de ontwikkelingen aankijken. Maar ook van werknemers, hoe zij het zien.